Medical Checks for Children gaat naar India. MCC gaat naar dit land om samen met lokale health workers de gezondheidstoestand te bekijken. En vooral ook om er iets aan te doen. Het is voor mij de tweede keer dat ik op missie ga. Ik ben in november 2014 naar Bangladesh geweest. Ook op een medische missie. En ja, wat we dan gaan doen is met een medisch team op pad naar een gebied, een achterstandsgebied, om medische zorg te brengen. En het is vooral gericht op kinderen. Dus we kijken naar kinderen van 4 tot 9 jaar. Nou, de missies zijn in Bangladesh en nu in India ook, in afgelegen gebieden. Dat zijn gebieden die wel heel overbevolkt zijn, maar waar medische zorg eigenlijk gewoon ontbreekt. Die is er niet en is ook voor mensen niet bereikbaar. Dat betekent dat wij daar naartoe gaan met een medisch team. Nou, ditmaal zal dat uit 12 mensen bestaan. 9 artsen, 1 tandarts en 2 niet-artsen. En met dat team gaan we op pad om kinderen te zien en te screenen en hun gezondheidszorg en aandacht te geven. Om te kijken of we iets voor hun kunnen betekenen. De problemen die je tegenkomt, dat zijn vaak ondervoedingsproblemen, chronische infecties. Heel veel kinderen lijden aan worminfecties. Dat betekent dat kinderen ook bloedarmoede krijgen. Het zijn hele kwetsbare kinderen. Kinderen die ook vaak achterblijven in de groei. En ja, daardoor toch grote kans maken op ziektes en ernstige aandoeningen te krijgen. De tandenborstels zijn dus, gaan mee. Want ze krijgen ook onderricht in tandenpoetsen. En dat betekent dat we bij alle kinderen ook een tandenborstel achterlaten. Er zijn dus workshops ter plekke en we leren health workers, dus lokale medewerkers, daar om kinderen te leren tanden poetsen en dat ook in de gaten te houden. Dus niet als wij weg zijn dat het dan niet meer gebeurt. De hamsters, dat is een grapje. Die wegen natuurlijk niks. Ze zien er heel erg leuk. Je hebt daar kinderen die niks hebben. Wij gaan ze allemaal screenen. Nou, ze zijn toch allemaal een beetje bang voor ons. Er wordt ook een bloedprik gegeven, want er wordt gekeken of ze bloedarmoede hebben. Nou, als we dat doen, als we ze een prikje hebben gegeven, dan krijgen ze van ons allemaal een hamster. En ze zijn er ongelooflijk blij mee. We beginnen met alle kinderen te wegen en te meten. De groeicurves die wij hier kennen op consultatiebureau, dat is iets wat we daar bijvoorbeeld gebracht hebben, want dat is iets wat daar nog niet bestaat. En die groeicurves kan je zien of een kind achterblijft in groei. Ze blijven achter als ze tekorten hebben, als ze bloedarmoede hebben, ondervoed zijn. En aan die groeicurves kan je het zien. En op die manier kun je die kinderen ook volgen. Kun je ook als je behandelingen start, want we starten dan behandelingen, antibiotica als ze het nodig hebben, of vitaminepreparaten of ijzertabletten als ze het nodig hebben. Maar door die groeicurve kan je zien of het bijtrekt, of de groei weer toe gaat nemen, of de lengte weer toe gaat nemen. Dus dat is iets bijvoorbeeld wat we daar gebracht hebben.